Voor deze zaak moeten we even terug in de tijd, naar begin dit jaar. Om precies te zijn donderdagavond 24 januari. Op bedrijventerrein Tijvoort in Goorle gaan rond een uur of zes de meeste bedrijven dicht. Dat geldt ook voor bedrijf RNR Projecten aan de Nieuwkerkse dijk. De laatste medewerker is de boel aan het afsluiten, voordat hij zelf ook naar huis gaat. Het lijkt een avond als alle anderen op het bedrijventerrein. Stil en verlaten. Nog geen twee uur later, het is dan 7:50, komt er ineens een mannenterrein van het bedrijf op. Ook al is het pand verder verlaten, de man zoekt kennelijk een ingang. De man weet uiteindelijk het pand binnen te komen. En dan wordt duidelijk wat zijn bedoeling is. Diezelfde avond moet de brandweer uit Goorle en Tilburg met groot materieel uitrukken om de brand te blussen. En al vrij snel daarna blijkt dat het niet zomaar een brand is, maar dat die is aangestoken. En de dader? Die is vastgelegd met bewakingscamera's. Dit zijn beelden van een camera die de buitenzijde van een pand filmt. En hier komt de dader het beeld inlopen. Het draagt een zwarte jas met een capuchon en een bontkraag. Niet veel later zien ook de camera's die binnen filmen de dader door het pand lopen. Met een zaklamp probeert hij zijn weg te vinden. Hij sleept met een paar pallets en even later worden de eerste vlammen zichtbaar. Terug naar het moment dat hij voor het eerst in beeld is. Ondanks dat het vage beelden zijn, heeft u een vermoeden wie dit zou kunnen zijn? En dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Wie is de dader? Maar er zijn nog meer vragen, zoals waarom? Want waarom vond iemand het nou nodig om bij dit bedrijf brand te stichten? En als er iemand is die ook maar het geringste vermoeden heeft van een mogelijk motief in deze zaak, deel die informatie met ons. De man op deze beelden kan één van de belangrijke getuigen zijn. Daarom wil de politie graag weten wie dit is. In de middag voor de brand, zo rond 4:00, verschijnt hij ineens in beeld met een boodschappentas van de Lidl. Hij rommelt wat en gaat dan weer. Even later is hij weer te zien. Nu steekt hij de straat over en loopt richting de Geitenhof. Herkent u zichzelf of weet u wie dit is? Neem dan snel contact op. Het is al even geleden en dat realiseren we ons ook. En toch doen we een beroep op uw geheugen. Want zo weten we bijvoorbeeld dat hier een groepje joggers heeft gelopen over de Nieuwkerkse dijk in de richting van de spoorbaan. En ook met die joggers willen we heel graag spreken. Op donderdagavond 24 januari wordt de brand gesticht in een bedrijf van de Nieuwkerkse dijk in Goorle. Is er iets in de omgeving opgevallen? Heeft u mensen erover horen praten? Gezien de enorme rookontwikkeling moet de dader kort na de brand naar rook gestonken hebben. Zegt dit u iets? En dan natuurlijk de man op de beelden. Wie kan dit zijn? Maar ook, waarom nu juist dit bedrijf? Er is een beloning uitgeloofd voor de gouden tip. Het nummer van de gratis tiplijn is 0800 60 70. U kunt ook anoniem blijven en toch iets doorgeven. Dan belt u M op 0800 7000.